Goedemorgen, beste dames en heren. Daar zijn we alweer. Niet bij elkaar, zoals we gewoon zijn in de kerk, hier in Nijmegen, maar nog steeds in Bergendal, om na te denken, om stil te staan, om ons te bezinnen op die iconen. Iconen die het Bijbelse levensverhaal van onze familie, als het ware, weergeven. We zijn op weg, samen in geloof. En we bewegen ons rond de Heilige Familie. En daar hebben we een gebed voor. Een gebed wat we hebben ontleend aan de aartsbroederschap van de Heilige Familie. Van Henri Belletable. We zijn dat gewoon om te bidden. En dat gaan we nu ook doen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Henri Belletable, u was zulk een trouw vereerder van het Heilige Huisgezin. Dat u zich met recht mag noemen Henri van de Heilige Familie. Overkrijg voor ons allen de tedere godsvrucht tot Jezus, Maria en Jozef. Laat hun gezegende namen altijd in ons hart leven. Laat wij ze altijd aanroepen in moeilijkheden, bij beproevingen en gevaren. Maar verkrijg dan tevens dat het Heilige Huisgezin ons immer onder zijn bescherming nemen. Dat Jezus, Maria en Jozef ons naar lichaam en ziel behoeden. En ons dagelijks doen toenemen in de liefde tot God. Dat wij, door uitsprekelijke deugden, waarvan zij te Nazareth het voorbeeld gaven, voortdurend navolgen. Om dan eenmaal na hem trouw gediend te hebben, gedurende ons leven, kalm en zalig in hun armen te sterven. Dan zullen wij ons met u komen verenigen, om eeuwig het gezelschap van Jezus, Maria en Jozef te genieten in de hemel. Amen. Na dit gebed zal ik u eerst leiden door de voorgaande iconen. En daarna zullen we afzonderlijk de iconen behandelen met een korte inleiding van Geert over de opvallende zaken die we mogen zien in die iconen. Zodat u straks bij de bezinning daar aandacht aan kunt geven, daar uw voordeel mee kunt doen als het ware, om maar in de termen van de consumistische maatschappij te blijven. We hebben 10 iconen, zoals gewoonlijk. Bij de eerste 2 iconen ging het, als het ware, om de heilsgeschiedenis. De roeping, de vorming van de familie in het Oude Testament, het volk van God onderweg. Zo ook in het Nieuwe Testament, de roeping en de vorming van de nieuwe familie van God. In het eerste geval waren het de Joden, in het tweede geval zijn het de christenen. Want mensen zijn geroepen om familie te worden, om gemeenschap te zijn. Want God is zelf familie, is zelf relatie. We hebben dat afgelopen zondag gevierd op het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. In die icoon 3 en 4 keken we allereerst naar de Heilige Familie. Als voorbeeld voor die nieuwe familie. En bij de 4e icoon maakten we de eerste stappen met Jezus om die nieuwe familie te zien worden vormgegeven. De leiders, Matthäus die geroepen werd, een voorbeeld moeten zijn voor de kudde, voor de toekomstige kerk. Het ging met andere woorden om de voorbeeldfunctie en om de vorming. Bij de iconen 5 en 6 werd duidelijk dat je oude familie van God daarbij niet uitgesloten is, maar juist ingesloten. Een stukje omvorming. En tegelijkertijd ontdekten we bij de 6e icoon dat de roeping tot die heilige familie, die nieuwe familie van God, universeel is. Voor iedereen geldt. Wie je ook bent. De vorige keer maakten we de stap naar de iconen 7 en 8. Het fundament voor die nieuwe familie werd gelegd door Jezus. Niet alleen door zijn geboorte, zijn leven, maar met name ook door zijn lijden, zijn sterven, zijn verrijzen. En hij toont zich van zijn beste kant door enerzijds solidair te zijn met ons, ons leven te delen, maar ook ons lijden, ons sterven, en ons het hoopvol perspectief aan te reiken van de verrijzenis. En anderzijds de barmhartigheid, die we mogen navolgen,
als ook die solidariteit. God is immers een vergevende, liefdevolle God. Dat mogen wij ook zijn, want wij zijn immers kinderen van God. En vandaag hebben we bij die iconen 9 en 10, ontdekken we allereerst in die 9e icoon dat we een nieuwe, unieke, verrezen familie van mensen samen met God zijn. Maar ook dat we een getuigende familie mogen zijn. Een getuigende familie naar het voorbeeld van de grondlegger en de eerste pilaren, als het ware, van de jonge kerk. De leiders waar we het over hadden bij icoon 4. De voorbeelden, de apostelen. En niet te vergeten de vrouwen die daarbij ook een belangrijke rol vervulden in de jonge kerk. Voordat we overstappen naar die 9e icoon, mag ik Geert uitnodigen om wat over die 9e icoon te vertellen, wat daarbij opvalt, wat ons kon helpen straks bij de bezinning. Ik doe het van hieruit zo, ik hoef niet in beeld. Maar ik verwijs even naar een paar dingen op die icoon. Die icoon zien we dus Maria Magdalena die bij het lege graf komt. Maria knielt neer voor Jezus, ze heeft het kruikje. Ze knielt neer als ze Jezus herkent, als tuinman. Maar goed, we zien ook in het lege graf twee engelen die aan het hoofd en het voeteinde zitten. En als we goed nadenken, dan zien we dat ergens anders in de Bijbelse geschiedenis terug. Dus twee engelen die hun vleugels spreiden over de ark van het verbond. Maria Magdalena, die zien we in de tuin, wat ook een beetje doet denken aan het paradijs. Maar Jezus is opgestaan en is in een tuin begraven. We zien het geopende graf. Het is dus het tafereel na de verrijzenis. Maria ontmoet, wil Jezus balsemen, heeft daarvoor dat kruikje bij zich. En we zien, ze wordt door een engel gewaarschuwd, hij is niet hier. Dan vervolgens ontmoet ze hem als tuinman in het lege graf. Of herkent ze een tuinman aan hem bij het lege graf. Bovenin zien we de hand van de Vader. En Jezus heeft de tekst in de hand, ik moet nog opstijgen naar mijn Vader en uw Vader. Dus die hand vanuit de hemel, vanuit de geopende hemel, daar raakt Jezus, die raakt elkaar aan. Monsieur van de Hende, is nog een leuk detail, die noemde toen hij deze icoon zag, dit de goddelijke high five. Dat is even in het kort wat er te zien is op de icoon. En het werk van barmhartigheid in deze icoon is het geestelijk werk van barmhartigheid, de dwalende, de goede weg wijzen. En Jezus die de weg, de waarheid en het leven is, de weg alleen naar God. Je zou je zelfs al helemaal in een bezinning op kunnen oriënteren, maar ik zal toch nog mijn eigen verhaal vertellen. We hanteren bij deze icoon de woorden van het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 18. Allereerst de situering. Het is na de dood en de begrafenis van Jezus. En het is na de grote Sabbat. Dus met andere woorden, het is de eerste dag van de week voor de Joden. Of voor ons christenen, de zondag, de achtste dag, de nieuwe dag, de dag van de verrijzenis, de dag van het nieuwe leven. Maar het is nog vroeg. En vroeg, donkerte, zoals dat genoemd wordt in de schrift, kun je op twee manieren duiden. Het was nog donker, vroeg in de morgen. De zon was nog niet opgegaan. Maar, zoals je zult zien in het vervolg van het verhaal, het was ook nog vroeg in de geest. Men zag nog niet alles zo scherp. Dat zullen we straks bij de 10e icoon ook zien. Maar dat komt straks wel. Allereerst die zorg van Maria Magdalena, en er zijn wat vrouwen bij, bij een andere evangelisten, die grote steen, hoe krijgen we die weggerold? Dat is een stukje angst. Ja, zal ons dat wel, zal ons dat niet lukken? Dan kun je natuurlijk de vraag stellen.
ja, hij is te zwaar voor de vrouwen. Zullen ze hulp vragen, zullen ze hulp krijgen? En dan zien ze als er allereerst is die steen weggerold. Dat is speciaal. Wat is er gebeurd? Dan krijg je mogelijkerwijs al meteen die angst voor grafroof. Dat is ook de reden waarom Pilatus zegt soldaten voorhand laten zetten. Want de hoge priesters en consorten die zeiden, nou, laten we dan maar zorgen dat dat niet gebeurt. Want anders gaan de apostelen dan roepen dat hij verrezen is. En dat moeten we zien te voorkomen. Maar die steen is weggerold. En dat zou bij Maria Magdalena al een soort van angst tot gevolg hebben, kunnen hebben. En dat is bij de andere vrouwen. Wat is hier nou precies aan de hand? Je zou het positief kunnen duiden en zeggen, verwondering. We worden geholpen. We hoeven die steen niet weg te rollen. Die veel te zwaar is voor ons. Hoe nu verder? En dan brengt niet echt iets, want daar staat niks over geschreven. Het idee door wat Jezus al heeft aangegeven. Ik moet lijden, ik moet sterven en ik zal verrijzen op de derde dag. Dat dringt nog niet door. Dat zou die geestelijke donkerte of onzuiverheid of onscherpte kunnen noemen, waar ik het in het begin al over had. Hij heeft immers gezegd, breek deze tempel af en ik zal hem 3 dagen doen herrijzen. De tempel van het lichaam gaat het hier over. Het heeft alles te maken met dat open graf. Die voorspelling heeft Jezus niet 1 keer gedaan, maar 3 keer. Dus er zou eigenlijk alles als het ware een kwartje hebben moeten vallen. Alleen ja, goed. Dat is dus nog niet het geval. Hij is weggerold. En wat doet Maria Magdalena dan? Ze kijkt binnen. Ziet 2 engelen zitten. 2 boodschappers. 2 boodschappers van God. En Geert maakte de verbinding al met het paradijs. We zitten in een tuin. De tuinomgeving is natuurlijk bij het paradijs het geval. En ook nu ook weer. Maar we weten ook, toen de tuin werd gebarricadeerd bij de hoogmoed, de val van Adam en Eva, dat de tuin werd afgesloten. En je zou misschien kunnen zeggen, de tuin is weer open met dat open graf. Want Jezus heeft de dood overwonnen. Dat was de blokkade. Maar de duivel van zei, nou, dat is helemaal niet het geval. Nee, dat is wel het geval. Dus je ziet hier al een duidelijke parallel met het Genesis verhaal. En dan hoort ze die boodschap, dat staat niet in elke evangelie, in ieder geval niet bij Johannes. Hij is niet hier. Hij is verrezen. En dat brengt al wat vragen bij haar tot stand. Van wat dan nu? Wat moet ik dan daarmee? Ze gaat naar de apostelen toe. Het mooie daarvan is dat ze uitkomt bij de eerste van de gelijken, Petrus. Die straks de vicarius Christi zal zijn, de plaatsvervanger van Jezus op aarde. En Johannes, de jongste, de Benjamin. De geliefde leerling, zoals we alle mogen zijn. Johannes is, gezien zijn leeftijd natuurlijk een stuk sneller, is als eerste bij het graf, maar gaat niet als eerste naar binnen. Hij weet hoe de verhoudingen liggen. Petrus gaat naar binnen, ziet de doeken netjes opgerold, maar niet Jezus. Hij ziet. Maar er ligt als het ware nog een sluier, een waas over het hele verhaal. En ook weer die scherpte, die donkerte, die vroegte als het ware waar we het in het begin over hadden. Johannes gaat naar binnen en ziet en gelooft. Dat is iets van het hart. Hij zit dus al op een diepere laag, heeft een inzicht. Maar weet nog niet wat het betekent. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, zijn verstand kan er nog niet bij. Samenwerking tussen ratio en het hart, dat werkt nog niet helemaal, zullen we zo maar eventjes formuleren. En daar past die hele mooie uitspraak bij in Johannes 19, zalig die niet zien en toch geloven. Dat zou je ook op Johannes van toepassing kunnen maken, want dat zien wordt dan al uitgelegd als het ook het aannemen met het verstand bij wijze van spreken, met het hart en met het verstand. Goed. Johannes en Petrus die gaan er op een gegeven moment weer tussenuit. En dan komt Maria Magdalena, die blijft achter, in tranen.
Er zijn twee engelen. Waarom huil je? Hij is niet hier. En dat huilen, dat zou je kunnen beschouwen als een schoonwassen. Als het ware de waas voor de ogen weg laten halen, waardoor je beter kunt gaan zien. We weten allemaal, als we een flinke huilpartij hebben gehad, dan moeten we even met onze ogen knipperen, want dan zitten er wat vochtige delen, als het ware, in onze ogen. Dat is gewoon de overvloed van het water. Maar dan zijn we schoongewassen en dat is bij Maria Magdalena ook. En dan draait ze zich om en dan ziet ze iemand. Maar de scherpte is nog niet volledig. Net als bij die genezing van die blinde, die Jezus in twee etappes geneest. Eerst ziet die blinde dan alleen maar silhouetten. Hij ziet ze mensen als bomen. En bij de tweede behandeling, als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen, ziet hij scherp. Dan ziet hij inderdaad de vorm van een mens en dan ziet hij scherp zoals hij mag zien. Dat is bij Maria Magdalena ook. Je ziet ons scherp, denkt dat het de tuinman is, want ze zit in een tuin, dat is bekend. En dan vraagt ze, als je hem bent weggenomen, vertel me dan waar die is neergelegd. Daarmee wordt de angst voor de grafroof als het ware onschadelijk gemaakt. Want ze gelooft niet in grafroof, zegt alleen maar, u hebt hem waarschijnlijk ergens anders neergelegd. Om wat voor reden dan ook, die reden wordt er niet bij vermeld. En dan zegt Jezus, Maria. En dan zegt zij, Rabuni. Dat is de reactie die we horen ook bij Marcus in het evangelie. En als Jezus iemand met de voornaam aanspreekt, dan is dat een roeping. Dan is dat niet alleen een uitnodiging om te zien, zoals in dit geval, maar ook een roeping. Want een roeping is uiteindelijk om apostel van de apostelen te worden. Om getuige te worden voor de apostelen. Want ze wordt gezonden naar de apostelen om te vertellen dat hij verrezen is. Dat is de reden waarom ze vaker apostel van de apostelen wordt genoemd. Dus eerst die onscherpte, dan het duidelijkere zien en het benoemen van Maria bij haar naam. Dat geeft erkenning, dat geeft diepe vreugde, dat geeft een opening van haar hart als het ware. Ook daar gaat de steen als het ware van het verdriet, van het grote verdriet van het lijden van Jezus, de dood, gaat als het ware weggerold worden om helemaal open te gaan voor, dus niet een tweede kennismaking, maar een diepere ontmoeting met Jezus. Want hij leeft. Niet alleen nu, maar altijd. En tegelijkertijd zou je het ook kunnen duiden als iets van een bruidsrelatie. Jezus is de bruidegom. Maria Magdalena is de bruid. Maria Magdalena symboliseert dan de kerk. En dat geeft natuurlijk ook vreugde. Bruid en bruidegom die verheugen zich in elkaar. Zoals in het Hooglied. De bruid en de bruidegom zich in elkaar verheugen. En Maria mag als bruid getuige zijn voor de anderen die uitgenodigd zijn om deel uit te maken van die kerk, van die bruidsrelatie met de verrezen Heer. En dan zie je dat Maria ook als bruid zonder sluier loopt. Ze ziet volledig dat de Heer vreest, dat de Heer leeft. Ze twijfelt niet meer, ze is niet bang meer. En ze mag los van die twijfel, los van die angst, die vreugde overbrengen naar de apostelen, naar ons. Naar mensen van deze tijd. Om in dat geloof te gaan staan dat de Heer geleden heeft, gestorven is, maar ook verrezen. Want, zo zegt de apostel Paulus later in een van zijn brieven, als de Heer niet verrezen zou zijn, wat zou ons geloof dan waard zijn? Dan zouden we nog in de zonde zijn, dan was alles voor niets geweest, als het ware, zouden we zo mogen uitleggen. Daarom is deze icoon tenslotte ook een uitnodiging om ons schoon te laten wassen. Niet alleen door een helder, betere blik te krijgen met onze ogen, maar vooral daarmee de werking van God herkennen in de schepping, in de medemensen die we ontmoeten, want dat is natuurlijk de allereerste gedachte die we kunnen hebben. Maar in tweede instantie ook ons regelmatig te laten schoonwassen in de vergeving, in de Eucharistie, in het sacrament van boete en verzoening. En die vergeving ook, vanuit die barmhartigheid waar ik in het begin aan refereerde, om die toe te passen op elkaar.
Nou, ik denk met de uitleg van Geert, naar mijn verhaal, dat er genoeg stof is om over na te denken, maar vooral om te overwegen. Het is een samenwerking tussen hart en verstand. Veel zegen daarbij. En dan wat Hans Oers van Balthasar zegt over onthulling. Komt ja, onthulling, terug, onthulling komt steeds weer terug. Dus het is steeds weer, stapje voor stapje als het ware, als een ui die afgeschild wordt, wordt er steeds verder de laag wordt onthuld. Dat is typisch Johannes. Beste mensen, de laatste icoon alweer, icoon 10. De Emmausgangers en Jezus die onderweg hen tegemoet komt. Het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 24, vers 13 tot en met 35. En u zult het misschien niet helemaal in de gaten hebben, maar deze twee iconen horen echt bij elkaar. Maar dat zal ik dadelijk wel vertellen hoe dat zit. Geert, ik geef jou als eerste het woord om wat details van die icoon te vertellen. Wat zien we op de icoon? De Emmausgangers ontmoeten dus Jezus op de weg. Hè? We zien, ze nodigen Jezus uit en ze gaan dus het huis binnen en houden maaltijd met hem. Dat zien we dus hier op de voorstelling. Goed, waaraan herkennen ze Jezus? Want op de tocht komt hij als een onbekende voor. Aan het breken van het brood. We zien dus hier dat Jezus echt het brood openbreekt. En ook staat de kelk op tafel als verwijzing naar de Eucharistie. We zien hier nog rechts een palmtak in een vaas. Nog een restantje van de intocht in Jeruzalem. En op de icoon zien we ook verder nog een berg met kruisen erop. Een boom en een gebouwtje. De discipelen die aan tafel zitten, de Emmausgangers, zitten ook voor een wand waar je naar buiten kijkt, naar het raampje en de weg waar ze eigenlijk naartoe zouden moeten gaan. Jeruzalem dus. Goed, als we kijken, hier op de achtergrond staat ook die icoon van de drie-eenheid, dan zien we ook dat wat het gebeuren hier is, eigenlijk een spiegel is van de drie-eenheid. Ook de apostelen of de discipelen die hier zitten, die hebben dezelfde kleding aan, maar dan gespiegeld. Behalve dat Christus is de figuur die dan in het midden zit met dezelfde kleding als de middelste figuur van de drie-eenheid. En goed, dat is eigenlijk het voornaamste. Ook de gebouwen, het gebouw, de boom van het paradijs, die ook op de icoon staat van de drie-eenheid, zien we terug. Het gebouwtje is eigenlijk het huis van de Vader op de Triniteitsicoon. Maar ook hier is de berg Horeb, is ook de Calvarieberg. En ook nu geldt een hele mooie uitleg die we zelf als zelfstandig, als meditatie, als bezinningstekst kunnen gebruiken. Dat kunt u ook doen, hè? U kunt de uitleg van Geert gebruiken als een eerste meditatie en mijn uitleg volgt daarop als een tweede meditatie. Zo krijg je dus vier voor de prijs van twee. Nou, voor ons Nederlanders moet dat heel erg interessant zijn, denk ik. We horen straks over de ontmoeting met Maria Magdalena. En ik vroeg me zo af, is dat de eerste ontmoeting van Jezus op die verrezen dag, die eerste paaszondag? Nee, dat is niet de eerste ontmoeting. Zowel bij Maria Voltorta als volgens mij Maria Catharina Emmerich is de eerste ontmoeting met zijn moeder, Maria. Maar goed, dat staat niet in de schrift, dus zullen we daar ook niet direct aandacht aan besteden. Maar je kunt je voorstellen hoe naar de intense verbinding tussen Maria en Jezus kijken. Moeder en zoon, die zullen elkaar begrijpelijkerwijs als eerste ontmoet hebben. Maria was eerste deelgenoot van die verrijzenis van Jezus, waar ze zo verlangend naar uitzien zag. Bij haar was de sluier niet aanwezig. Na die eerste ontmoeting krijgen we dus die ontmoeting met Maria Magdalena, waar we net bij stil hebben gestaan. Je zou de tweede ontmoeting
met Petrus en Johannes kunnen doen bij het graf, waar we ook al aandacht aan hebben gegeven. En een derde ontmoeting krijgen we nu met de twee Emmausgangers. En als we het dan even compleet maken, is er nog een vierde en een vijfde. De vierde, die vindt eigenlijk ergens tussenin plaats met Petrus, de apostel Petrus, waar hij dan later, als de twee Emmausgangers terug naar Jeruzalem gaan en de apostelen op de hoogte brengen van een wonderbaarlijke ontmoeting, getuigen van zijn. En daar volgt dan in die avond nog die vijfde ontmoeting, als Jezus de cenakelzaal, de zaal van het laatste avondmaal, door de gesloten deur heen binnenkomt. Daar is dan de deur nog niet open. Daar moet nog wat werk gedaan worden, zou je kunnen zeggen, met betrekking tot het opengaan voor de verrezen Heer. Goed. Dus eigenlijk, al die vijf ontmoetingen zijn onthullingen, waar net al over gesproken werd, in de terminologie van Hans van Balthasar. Jezus onthult datgene wat hij ook geprofeteerd heeft. Lijden, sterven en verrijzen. Hij laat zien dat God een man van het woord is en doet wat hij zegt, wat hij belooft. Het verhulde wordt onthuld. Goed. Als we die Emmausgangers nu voor de geest halen, die twee, op weg naar Emmaus, zo'n 60 stadia, zal een paar kilometer zijn van Jeruzalem af, die ze te voet kunnen afleggen. Men had overigens ook niks anders, ja, misschien een paard of een wagen, maar daar wordt niet over gesproken. En dan zie je eigenlijk als het ware diezelfde houding als bij Maria Magdalena. Hoe nu verder? Maria Magdalena gaat met de bedoeling om te verzorgen, maar zit in de rats door verdriet, ook een stukje angst. Hoe moet ik die grafsteen wegrollen? Zal het graf niet geroofd zijn? En hier ligt de vraag vooral, hoe nu verder? We hadden onze hoop op Jezus gesteld, net zoals Maria Magdalena. Hoe nu verder? Hoe moeten we ons leven nu invullen? Moeten we terug naar ons oude beroep? Is dat de reden waarom ze teruglopen? Misschien wel. En we krijgen al heel snel antwoord op. Want Jezus gaat met hen mee. Hij laat zien dat hij leeft. Alleen, opnieuw, het is inmiddels niet meer donker, maar in hun geest is het nog wel donker. Er ligt een sluier overheen. Ze hebben nog niet in de gaten wie de persoon is die met hen mee komt beginnen te lopen. En die zegt ook nog van, hé, waar hebben jullie het over? Dan denken ze, ja, wacht eventjes. Is deze mens de afgelopen dagen niet in Jeruzalem geweest? Hoe kan hij dat nou niet weten wat er gebeurd is? En dan onthullen ze als het ware voor Jezus wat er gebeurd is met degene die ze voor een profeet hielden, boodschappen van God, dat hij uitgeleverd is door de hoge priesters, dat hij gekruisigd is, dat hij gestorven en begraven is, en dat ze daar een hoop hadden opgesteld. Alleen, ja, het is nu al de derde dag. En mogelijkerwijs zijn er ook nog die woorden van, ja, er zijn wel wat vrouwen, het staat niet in alle evangelies, die onze verhaal hebben verteld dat hij verrezen is. Want dat blijkt, zoals bij Marcus wordt gesteld, die vrouwen vertellen dat ze beuzel praten, geloven we niet. Eerst zien, dan geloven. Het lijkt wel een variatie op het verhaal van de ongelovige apostel Thomas. En ook hier zie je dus weer de schakel tussen ratio en hart. Men moet als het ware eerst de vinger erachter krijgen, kunnen begrijpen, voordat men gelooft. En Jezus maakt daar korte metten mee, als het ware. Want hij begint zijn tekst en uitleg te geven. Na dat antwoord van, weet u dan niet waar het allemaal over gegaan is de afgelopen dagen? En als ze dat hebben verteld, dan sluit hij daarop aan en zegt hij, kijk, waarom moest dat gebeuren? Waarom is het zus en zo? En dan sluit hij als het ware met name de profetie van de profeten, zoals bij Jesaja en anderen, dat ging over de leidende dienaar. Dat de Messias zou moeten lijden, zijn leven zou moeten geven, om uiteindelijk die redding te brengen waar ze op vertrouwden, waar ze op hoopten. Dat het niet de redding is van de Romeinen, maar de redding van de zonde. De redding, de bevrijding van het vastzitten in het zondige leven en daarmee het vastzitten in de dood, in de donkerte. En dan begint er in hun hart iets te gebeuren, dan begint het hart te branden. Dan begint het hart als het ware
te voelen dat ze aangeraakt zijn, dat die woorden tot hun spreken, dat ze als het ware speldenprikjes worden die dat gesloten zijn van het hart, in relatie tot het geloof, dat, ik zou bijna zeggen, wordt geprikt, weggeprikt, om open te gaan voor die woorden van Jezus, om tot geloof te komen. Maar op de een of andere manier is dat zien nog niet tot hun ogen doorgedrongen. Ze zien nog niet dat het Jezus is die met hen meeloopt. Hun zicht is versluierd. Ik denk dat het een betere uitdrukking is dan dat hij incognito met hen meeliep. Ze zagen gewoon niet wie hij was. Omdat ze door hun tranen heen dat nog niet konden zien. Daar waar bij Maria Magdalena uiteindelijk door die tranen het wordt schoongewassen, hebben we hier met die hartenprikjes als het ware, dat er iets van zuivering optreedt, waardoor er een diepere laag wordt aangeboord, waardoor er onthulling stap voor stap kan plaatsvinden, zoals Hans-Urs van Balthasar dat zegt, dat ze uiteindelijk gaan ontdekken, als dan Jezus bij hen aan tafel komt, moet er wel op aandringen, want het is al avond, het wordt alweer donker, dan hebben ze nu toch zoiets van, ja, maar dat licht wat we nu hebben meegekregen door die uitleg, dat willen we toch even niet kwijt, zou je bijna zeggen. Dat zou je een vrije vertaling kunnen noemen van hetgeen wat er gebeurt. Dan gaat Jezus inderdaad niet verder lopen en gaat met hun aan tafel. En aan tafel gaan is het feit van ontmoeten. Ontmoeten van personen, mensen met elkaar, maar ook mensen met God. En dan krijgt Jezus de gelegenheid om als het ware het laatste restje van die sluier weg te halen, zodat ze ontdekken wie Jezus werkelijk is. En het werd in de icoon al heel duidelijk door Geert geformuleerd, het brood en de beker, de herinnering aan de Eucharistie. Dat hebben ze eerder gezien, dat hebben ze eerder gehoord. Dat opent hen helemaal. Ze komen tot het diepe geloof dat de Heer inderdaad niet alleen geleden, gestorven en begraven is, maar ook verrezen is, dat hij leeft. Dat hij de belofte die hij gedaan heeft, waarmaakt. Het spreken en het zien zijn net als bij de eerste icoon nummer 9 bij Maria Magdalena met elkaar verbonden. Het spreken bij Maria Magdalena, bent u de tuinman? Of misschien moet ik het zelfs naar voorop nog zeggen met die engelen. Nee, hij is niet hier. Wie zoekt u? Wie bent u? Zegt ze dan tegen de tuinman. En dan krijg je die aanspreking met de woorden, de voornaam van Maria. En dan is de herkenning daar, is de onthulling volledig. Hier krijg je die tekst een uitleg. Het spreken van Jezus. Maar ze zijn nog niet helemaal in staat om te zien. En dan gaan ze pas zien op het moment dat die maaltijd plaatsvindt en het brood wordt gebroken. Mogelijkerwijs heeft Jezus ook de woorden van dat laatste avondmaal uitgesproken. Dat weten we niet, staat er niet. Moeten we dan misschien ook niet veronderstellen. Maar ze horen bij elkaar dat spreken en het zien. Het is dus een ontsluiting, een onthulling in meerdere stappen, in meerdere fasen zou je kunnen zeggen. En dat bevestigt die diepe vreugde die ze in hun hart al vervulde. Het dringt als het ware door, het laatste stroopje wordt ook naar de hersenen doorgeschoten. Hé, het is Jezus! En waar Geert net zei, door het raam heen zien ze dan Jeruzalem liggen, dan zien ze wat hun taak is, wat hun opdracht is. Zoals bij Maria Magdalena, opdracht is om apostel van de apostelen te worden, te getuigen en naar hen toe te gaan en te vertellen, Jezus leeft, krijgen zij precies dezelfde opdracht. En ze weten niet hoe snel als mogelijk ze, als het ware, naar buiten moeten om nog naar Jeruzalem te gaan. En ja goed, die oude steden gingen natuurlijk op een gegeven moment, althans de poorten gingen op slot, dus ze moesten nog haast maken ook, om voor het donker binnen te zijn. Dus waarschijnlijk heeft het gebeuren zich aan het eind van de middag afgespeeld. Dat klopt ook wel, als je die passage leest. Het liep al tegen de avond. Natuurlijk is daar een andere tijdspanne dan bij ons, maar het heeft natuurlijk wel aan wat er aan de hand is. Dat ze dus die getuigen de taak serieus namen en haastig zich op weg begeven naar de apostelen. En daar horen ze over die vierde ontmoeting dat Petrus ook verschenen is. Wat bij Petrus, Jezus ook aan Petrus verschenen is. Dat dus Jezus inderdaad leeft. En dan komt als het ware de slagroom of de kers op de appelmoes, zoals bij Van der Valk. Dat Jezus dan zelf door die gesloten deuren bij de apostelen in de laatste avondmaalzaal, die cenakelzaal, binnenkomt.
En dan ontdek je eigenlijk, als het ware, dat die apostelen nog niet helemaal zo ver zijn, want die deuren zijn nog op slot. Daar zit weer die angst. Daar zit weer dat verschil tussen het versluierd zijn en nog niet helemaal tot het diepe geloof, het begrijp, de vinger achter dat geloof krijgen waar we bij Johannes over spraken. In die negende icoon, Johannes ziet en gelooft. Maar hij heeft het nog niet helemaal helder wat er nou precies aan de hand is, wat dat moet betekenen. Dat is bij de apostelen op dat moment, bij die vijfde ontmoeting, nog steeds het geval. En weer zal Johannes, als het ware, hem bij de hand nemen. Dan zal de eerste zijn die weer herkent. Zoals zo vaak. Die Benjamin herkent. Het zegt ook wel iets over zijn geloof. Over zijn ontvankelijkheid voor de woorden van Jezus. Of de ontvankelijkheid voor Jezus überhaupt voor de stappen die God maakt met ons mensen. Op onze levensweg. We zien dat ook bij het meer van Tiberias en op andere plaatsen. Opnieuw een hele hoop gegevens, een hele hoop informatie om te overwegen, om te ontdekken hoe Jezus die nieuwe familie vormt en hoe wij daar in een rol te vervullen hebben als getuigen. Van ons eigen geloof, hoe wij daar de weg in gegaan zijn en hoe wij daarmee anderen de weg kunnen wijzen. Kunnen uitnodigen, niet te zeggen van je moet, maar je mag. Je bent welkom. Ik denk dat we daarmee alweer een hele hoop stof ter behandeling hebben gegeven. Er zit ongetwijfeld nog veel meer achter wat we zouden kunnen vertellen of kunnen onthullen uit de icoon zelf. Maar ik zou zeggen, laat dat maar aan de Heilige Geest over die in u werkt. Ik wens u een aangename derde en vierde meditatie, zal ik maar zeggen.